sport. Het kan het beste in ons naar boven halen. Maar het heeft soms ook een minder mooie kant. Doping. Als sporters doping gebruiken, bedriegen ze de boel. En ik truly hope that people will learn from my mistakes. Ze willen dan op een oneerlijke manier hun prestaties verbeteren. Bovendien zetten ze hun gezondheid op het spel. Maar ook de etappe van de dood en de doping. Op de kale berg stierf Tommy Simpson. Dat willen we natuurlijk niet. Daarom zijn er niet alleen spelregels, maar ook dopingregels. Deze dopingregels staan beschreven in de Wereld Antidopingcode van WADA. Het Wereld Antidopingagentschap. In Nederland vertaalt de dopingautoriteit deze code in het Nationaal Dopingreglement. Alle topsportbonden nemen dit reglement op hun beurt weer op in hun eigen reglementen. En ben je lid van een topsportbond? Dan moet je je dus aan deze dopingregels houden. Het maakt dus niet uit of je Daphne Schippers bent of een beginnend talent. Maar wat is doping nu eigenlijk? Simpel gezegd, let WADA op 3 dingen. Ga je er beter van presteren? Is het slecht voor je gezondheid? En tast het de kernwaarden van sport aan? Beantwoord WADA 2 of meer vragen met ja, dan kan de stof of methode op de dopinglijst komen. Dat kunnen ook medicijnen zijn. En de meeste drugs staan er ook op. Wanneer maak je nu een dopingovertreding? Nou, bijvoorbeeld als je positief test bij een dopingcontrole. Maar er zijn ook andere overtredingen. Bijvoorbeeld een dopingcontrole weigeren of handelen in doping. En maak je een dopingovertreding? Dan kun je direct al meerdere jaren geschorst worden. Een schorsing betekent dat je niet mag deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van je bond. Bovendien nemen andere bonden de schorsing over. Je staat dus volledig aan de kant. Dat wil je toch voorkomen? Zorg dus dat je goed op de hoogte bent van de dopingregels. Let goed op en kies, net als onze ambassadeurs, bewust voor een schone sport.